podcast. Nee, ik weet niet of ik wil weten wat voor type vrouw dat is. Met een kraag en je drinkt super graag. Nou, ik was zaterdagavond op stap. Afgelopen zaterdag, was gezellig. Ontzettend leuk hertje gezien. Maar er stond zo'n ongelooflijk vervelend waakvarken bij. Wat is het nou eigenlijk, zo'n waakvarken? Het waakvarken? Moet ik daar nu iets over zeggen? Waakvarken. Nooit van gehoord. Maar als ik een gokje moet doen, denk ik dat het een soort waakhond is. Alleen dan een varken. Een bewaker of zo? Een bewaakster? Het is een type meisje. Oh, is het een core term? Ja, echt? Nee, ik weet niet of ik wil weten wat voor type vrouw dat is. Ik ben wel benieuwd. Nou, waakvarken is een vrouw die van een minder knappe soort is. Die haar knappere vriendinnen probeert te beschermen tegen snelle natte tosties. Jongens die heel graag vrouwen willen regelen. Die heel erg mee bezig zijn. En een waakvark. Ja, die zorgt ervoor dat de chance tussen een knappe vrouw en een snelle jongen niet lukt. Ja, maar shit. Hoe noem je dat ook weer? Het is een soort kokblokker. Kokblokker. Ja, het bestaat. Oh, zoiets. Die ken ik wel. Oh, ja, nee, dat is wel een bekend fenomeen, ja. Oh. Ja. Ik denk niet dat wij dat allebei zijn. Je spreekt met iemand af en dan ze komt met een vriendin. Maar dat is niet emotion, toch? Ja, ik denk dat iedereen er wel eens mee te maken heeft gehad, ja. Ja. Een frustrerend type, absoluut. Frustrerend. Ben jij stiekem niet ook een waakvarkentje? Nou, dankjewel. Ik heb wel één vriendin en die gaat dan al, maar die heeft het zelf niet eens door. Maar dan ben je met een jongen aan het praten en dan stormt ze ineens op je af en dan zegt ze, ja, Leen, ik moet je weer iets vertellen. Ik vind het juist een beetje overprotective of zo. Ik bedoel, je hebt je ouders om je te beschermen, je hebt vrienden om je juist te steunen in wat je doet. Nou, ik ben eigenlijk ook wel op zoek naar een waakvark.